David, we gaan het hebben over de energietransitie. We hebben net al even een klein inleidend gesprek gehad. Nederland heeft een grote beslissing genomen om van het gas af te gaan. Als je kijkt naar onze prestaties op, laten we zeggen, op duurzaamheid, scoren wij als allerslechtste land van Europa. We hebben slechts 7,4% duurzame energie. En dat is dan ook nog een definitiekwestie, want wind en zon, dat is nog maar een klein stukje daarvan. Het gaat allemaal om biomassa. Ik heb wat publicaties gelezen waarin jij je uitje zegt, wat wij aan het doen zijn is onverstandig beleid. Je moet niet van het gas af, je moet geen hout gaan bijstoken. Ja, dat klopt inderdaad. Jij zei het net ook al, we zitten nu natuurlijk op 7,4% en er is 4,5% daarvan is biomassa. Dus dat betekent als je kijkt naar de bijdrage van wind, dan is dat 1,7%. En zon, wat we natuurlijk overal nu heel erg promoten, is 0,6% in totaal. Verwaarloosbaar. Dus dat is verschrikkelijk klein. En hoe komt dat? Dat komt natuurlijk omdat je moet natuurlijk heel veel zonnepanelen neerzetten en heel veel windmolens neerzetten om een klein beetje energie op te wekken. En dat bovendien ook nog eens een keer heel moeilijk op te slaan is. Dus vandaar dat er natuurlijk wel snel gekeken wordt naar biomassa. Er zit natuurlijk wel wat in de planning, hè? Die grote parken in de Noordzee, die zijn allemaal in aanbouw. Die zijn allemaal in aanbouw. Dat je dat in de statistiek pas later gaat zien. Ja, dat klopt. Maar even voor de luisteraar, biomassa, wat is dat? Ja, je kunt verschillende stromen onderscheiden. De belangrijkste waar het op het moment over gaat is de houtachtige biomassa. Dat zijn dus in principe afvalsnippers van het onderhoud van bomen en bossen in Nederland. Maar het is natuurlijk ook de houtpellets die over zee worden aangevoerd, voornamelijk uit de Verenigde Staten en uit Estland op het moment. Daar rooien ze hele bossen, die verschepen ze naar ons toe en die donderen wij in onze energiecentrale. Dat is eigenlijk een hele grote open haard. Ja, waar we dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, in principe zou je kunnen zeggen, als je tegen de bosbranden in Australië bent, dan is het niet zoveel anders wat wij dan op kleine schaal hier aan het doen zijn. Ja. Want wij stoken natuurlijk gewoon die bomen dan op om energie te winnen. Maar er is een raar, misschien politiek sommetje wat altijd gemaakt wordt, bij ze zeggen, ja, dat biomassa, dat is eigenlijk neutraal. Want ooit bomen groeiden, die namen CO2 op. En als je het nu dan verbrandt, sta je per saldo op nul. Ja, dat klopt. En dat is een aantal jaar geleden in Europees verband afgesproken. En dat komt natuurlijk omdat daar in eerste instantie werd uitgegaan van die restafvalstromen. Kijk, als je natuurlijk gewoon restafvalstromen hebt die normaal in het bos zouden blijven liggen, dan gaan die daar composteren. Dan komt er sowieso al CO2 bij vrij. Dus het idee was dan, dat halen we uit het bos, dat stoken we op en hebben we in ieder geval nog energie van. Maar het is toch een raar soort som die je maakt. Je zegt eigenlijk, het is nu opgeslagen. Maar als we het dan gaan afvikken, dat bedoel, per saldo gaat er dan toch meer CO2 de lucht in? Nou ja, kijk, niet. Natuurlijk komt er dan. Maar jij zegt links of rechtsom gaat het er toch wel in. Het komt dan sowieso natuurlijk, als je het over die kleine afvalstromen hebt, komt het sowieso in de lucht. En ja, als je het bijvoorbeeld hebt over knotwilgen, dan volgend jaar zit die tak er wel weer aan. Ja. Dus dan is het natuurlijk een hele korte cyclus. Ik bedoel, dan heb je 1 jaar, dan brand je het op en het jaar daarop dan is die CO2 weer afgevangen. Maar als je dus over hele bomen gaat spreken, daar zijn heel veel wetenschappelijke publicaties over, die hebben wel 40, 50, 60, misschien nog langere tijd nodig om die CO2 weer af te vangen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je dan een hele lange cyclus hebt. Nou ja, en het probleem is, die tijd hebben we niet. Als je iets aan de CO2-uitstoot wil doen, dan moet je dat niet doen. En als je dan zegt van, ja, ik stook nu die boom op, en het duurt 40 jaar voordat hij al die CO2 weer heeft opgenomen. Ja, dan ben je dus aan het achterlopen. Nou ja, op voorwaarde dat je ook weer bomen gaat herplanten. Ja, dat moet je dan ook groot schalen. Dat moet je dan wel even doen. Dan. Ja, gebeurt dat? Ja. Nou, als je bijvoorbeeld naar Estland kijkt, daar is de laatste 5 jaar 195.000 hectare verdwenen. Nederland afgelopen 5 jaar 5.000 hectare verdwenen. Dus dat betekent, we lopen eigenlijk achter, we gaan achteruit. Staatsbosbeheer is nu overigens wel begonnen met een plan om weer 5.000 hectare aan te planten. Ja, een plan, ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar in principe gaan we achteruit. Dus die bomen blijven ergens. Mm-hmm. Ja, waar blijven die dan? Ik denk voor een groot deel ook in de centrales. Oké, we gaan van het gas af. Wat gaat er gebeuren? Jij zegt dat moeten we niet doen zo snel. Nou, het is heel simpel. Loop naar de meterkast. Maak hem open. En kijk hoeveel stroom dat er binnenkomt. En dat is ongeveer 3 kilowatt. Dat is de aansluiting die we hebben. Dan klim je op zolder naar je gasketeltje, pak daar het zaklampje bij en je kijkt op het diepe plaatje en er staat 30 kilowatt. Dus 10, factor 10 verschil. Dus als wij nu zeggen, we halen de gasketel eruit en we doen daar een warmtepomp voor in de plaats, op elektriciteit, dan betekent het heel simpel dat je het koud gaat krijgen. Ja. Want er komt in principe te weinig energie voor binnen. Dus daarom zeg ik ook altijd, waar je mee moet beginnen is het isoleren van huizen. Een warmtepomp installeren, dus van gas naar elektriciteit, is het sluitstuk van een intensief
isolatieprogramma. Ja. Dus zorg nu eerst dat je alle huizen in Nederland, nou we hebben geloof ik 70% van onze huidige woningvoorraad van 7,7 miljoen woningen, heeft nog een energielabel van C of slechter. Ja, de warmte waait zo naar buiten. Precies, en als we daar nu inderdaad een isolatiesubsidieprogramma voor maken. Maar dat is laaghangend fruit, maar dat gaan we natuurlijk allemaal wel doen. Maar fruit, gaat het ook niet om de industrie, want de hele grote verbruikers, ja, die staan ook gewoon op gas te draaien. Ik neem aan dat de hoogovens ook op gas of precies. Ja, dat klopt. Daarom zijn, zeg maar, in de klimaatwet en in het klimaatakkoord, daar zijn alle sectoren individueel aangesproken in de klimaattafels en de onderhandelingen van hoeveel moeten jullie nou als sector bijdragen? Nou, de gebouwde omgeving 37%. Dus de vraag is natuurlijk in de gebouwde omgeving, hoe ga je dat halen? Nou, in de industrie, daar moet ongeveer 20 megaton CO2 uitgestoot worden bepaald. En er is een groot deel van die 20 megaton binnen de industrie, die komt van het afvangen en opslaan van CO2 onder de grond. Ja. Nou ja, als dat dus niet mag of politiek onbespreekbaar is, dan halen we dat nooit. Jij hebt met verbazing naar die klimaattafels van Ed Nijpels zitten kijken. Je bent een vakman, je weet ongeveer technisch waar het over gaat. Je hebt daar dingen zien gebeuren waar je denkt niet verstandig. Ja, dat klopt. Ja, ik vergelijk het wel eens een beetje met een puzzel. We hadden 7 klimaattafels. Elke klimaattafel heeft een puzzelstukje aangeleverd, maar we zijn vergeten om de totale puzzel te leggen. Ja. Dus dat betekent dat we nu allemaal losse stukjes hebben die niet in elkaar passen. Noem eens een voorbeeld waar dat scheelt. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld mobiliteit. Er wordt natuurlijk heel erg ingezet nu op elektrificering van de mobiliteit. Dus dat betekent overal laadpalen plaatsen. Ja. Maar dat betekent natuurlijk dat de vraag naar elektriciteit enorm gaat toenemen. Ja. Nou, hoe krijgen we die elektriciteit nu in de woningen en hoe krijgen we die in de steden? En als je dan zegt van ja, die elektriciteit die komt van kolencentrales of die komt van gascentrales. Daar stoppen we mee. Dus kolen stoppen we mee, gas stoppen we dus ook mee. Dus dan gaan we een stuk hout verbranden in de centrale. Ja, exact. Dan betekent dus dat en wat betekent dat voor het milieu? Dus meer CO2? Dat betekent meer CO2, want CO2-centrales die stoten veel. Of mag ik dit cynisch noemen? Dit is een cynisch effect van beleid waar ze dus niet over nadenken. Nou ja, dat is een papieren exercitie. Kijk, binnen Europa, en ik kan die politici ook heel goed voorstellen. Kijk, die staan natuurlijk ook onder druk. Die zeggen, jullie moeten je klimaatdoelstellingen halen. En hoe doen we dat? Als je meer CO2 uitstoot. Ja, maar op papier wel. Op papier wel. We zijn natuurlijk met de papieren exercitie bezig. Dus op papier zeg je nul, die gaat naar Europa en je zegt, kijk, het heb ik gehaald. Nou, prima. Ze krijgen geen boete. Maar in werkelijkheid maar komt CO2 natuurlijk uit de schoorsteen. Ik weet niet of de vergelijking toe met hetzelfde, als we mogen er maar 100 rijden, want dan ineens kunnen we wel 25.000 woningen bouwen. Er zitten veel van die statistische trucjes in die eigenlijk niet geloofwaardig zijn. Ja, maar is dat niet eigen aan politiek? Ja, maar dat vind ik te makkelijk. Want we worden wel door mensen geleid die wel enige prudentie hebben, die niet het slechte met ons voor hebben. Nee, dat geloof ik ook wel. Maar het is natuurlijk toch zo, als je onder druk staat om je doelstellingen te halen, en er is een afspraak gemaakt dat je met biomassa dat kunt halen, want dat mag je gewoon meetellen. Ja. Dan ga je dat natuurlijk doen. Ja. Want anders moet je met hangende pootjes terug en zeggen, ja, we hebben het niet gehaald. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat die andere manieren geen optie zijn. Okay, maar dat moeten we wel een belangrijk doen nu, chunk. Professor, zeg het maar. U bent even dictator. Er zijn heel veel verschillende opties. Wat ik zou doen is, ik heb een 7-puntenprogramma gemaakt. Dat is dus als eerste natuurlijk onmiddellijk stoppen met alle huizen van het gas afhalen. Dat moeten we veel geleidelijker doen. Stoppen met 11,4 miljard subsidie en biomassa stoppen. 11,4 miljard? 11,4 miljard. Die 11,4 miljard die gaan we gewoon inzetten in een nationaal isolatieprogramma. Alle woningen, 2030, label B. Dan halen we die 37% isolatie of die energiebesparing binnen de gebouwde omgeving. Nou, vervolgens gaan we van de bestaande kolencentrales. Er zijn er 4 hele grote die er nu zijn. 2 van RWE, 1 van Uniper en 1 van Engie, Rotterdam Maasvlakte. Die gaan we uitrusten met afvang en opslaan van CO2. De haakjes zitten al bij zo'n spreken aan de schoorsteen. Het apparaat kan eraan, daar kunnen we morgen mee beginnen. Ja. En het is per maar jouw eigen ton. GroenLinks is er niet voor, hè? Nee, maar misschien komt dat nog wel dan. Dat, hè? Dus in de zeebodem schieten we het dan of zo? Ja, nou in de lege gasvelden. Kijk, er is, als wij 20% van onze CO2-uitstoot afvangen elk jaar, dan kunnen we 40 jaar vooruit met dat op te slaan. Zonder dat we er eentje aan hoeven te doen. Oké, door. Meer punten? Nou, dan moeten we natuurlijk ook nog zelf maatregelen gaan nemen. We moeten dus een 100 euro vliegtaks invoeren. Al die goedkope vliegtickets. Het wordt nu geloof ik 17, een paar euro wordt het. Een ding in wat je niet ziet. Precies. Ja, veel ogen. 100 euro, ja, 100 euro, dat betekent, ik boek nu een ticket naar Praag. Daar betaal ik 28 euro voor. Ja, realistisch. Kortom, dat je het gaat voelen. Precies. Rekeningrijden. Ik bedoel, maatregelen zoals snelheidsverlaging, dat is natuurlijk wel iets. Maar rekeningrijden is veel efficiënter. En dan tenslotte heb je natuurlijk nog dat afvangen en opslaan van CO2. Nou, als je al die punten gaat uitvoeren. En dan dat ben je is allemaal binnenlands. Er wordt altijd geroepen, we gaan er zo'n 1000 miljard aan uitgeven. Althans, het Forum voor Democratie heeft dat ooit geroepen. Toen mochten ze dat niet zeggen, het klopt allemaal niet. Maar inmiddels hoor ik iedere keer die 1000 miljard terugkomen. Verband, als je dat doorrekent. Ja.
Maar eigenlijk is het toch veel slimmer om dan te zeggen, we gaan de Roemenen of de Polen helpen, want die maken zoveel vuil. Dat ja. Is... ja, dat is natuurlijk, als je opschaalt buiten Nederland, dan zou je moeten kijken, oké, wat kunnen een Europees verband efficiënt doen? En in Europees verband is natuurlijk zo, ja, ik pleit nu dus voor een Europese energiegemeenschap, hè, de EEG, de oude EEG, ja. Die we op een andere manier gaan invullen. En dat betekent dus dat je in Europees verband moet kijken. Nou, je kunt op de kaart kijken, welke landen zijn het zwartst? Dat betekent, wie stoot het meest CO2 uit? Nou, dan komen wij Polen, Roemenië uit, die natuurlijk ja. Heel veel bruinkool. Steenkolencentrales ja. Hebben. Als wij dus zeggen van nou, wij hebben de modernste kolencentrales van de wereld in Nederland staan. In plaats van die in eerste instantie te gaan sluiten, waar je natuurlijk toch rechtszaken voor krijgt. Want die mensen... beter die shit ja, van die Roemenen. Precies. Maak dat geld over naar die Roemenen ja. En die Polen. En zorg dat zij in eerste instantie die kolencentrales sluiten. Dat zet in Europees verband veel meer zoden aan de dijk. Maar kijken ze daar niet ook naar? Ik bedoel, jij bent toch niet de enige die dit kan bedenken? Ik denk dat daar wel naar gekeken wordt, maar het is natuurlijk ook een zaak van lange termijn. En het is natuurlijk toch zo van, ja, wat ga je op korte termijn, wat kun je wel doen? Dit zijn allemaal lange termijn planningen. Oké, maar professor, dit programma is echt bedoeld om mensen die ergens voor door hebben geleerd, gewoon een podium te geven om tegen alle hysterie in te gaan. En als nou één debat het afgelopen jaren geëvangeliseerd is, geradicaliseerd is, is natuurlijk dat hele klimaatdebat. Ja, je komt met volkomen valide argumentatie, het is geen beleid geworden in Den Haag, hoe kan dat? Ik noem dat altijd de drie O's. De drie O's. De eerste O is van onwetendheid. Het is natuurlijk ook een moeilijke materie, want er zijn 7 puzzelstukjes, die moeten allemaal op elkaar afgestemd worden, dat moet allemaal kloppen. Het tweede is denk ik ook een zekere mate van onwil. Je moet natuurlijk wel bereid zijn als politicus om ook een negatieve boodschap naar het publiek uit te stralen en te zeggen van ja jongens, we gaan niet een makkelijke maatregel nemen, we moeten op langere termijn gaan redeneren. Het derde is natuurlijk ook gewoon dat mensen zeggen van dus we hadden de onwil, we hebben het onwetendheid. Mensen weten het niet. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo, de onmacht. Wat kunnen we nu voor elkaar krijgen? Hoe kunnen we dat doen? Hoeveel geld gaat het kosten? Wat gaan we erin investeren? Ja. Nou ja, de onmacht, ze zullen zeggen, we hebben een crisis nodig. Daarom The Guardian. We praten niet over een klimaatopwarming, maar we praten over een klimaatcrisis. Ja. En dan krijg je een momentum om grote besluiten. We hadden een Groningse ramp met aardbevingen nodig om daar van het gas af te gaan. Zo is het natuurlijk ook. Ja. Maar wat zeg je dan in GroenLinks? Zeg je dan tegen Jesse, doe er eens niet zo evangelisch over. Denk, want je bent ook voor bouwen van kerncentrales. Nou, ik denk dat mag absoluut niet van GroenLinks. Nee, ik denk dat je dat. Ik ben er niet ongeclausuleerd voor, maar ik denk dat je zou moeten zeggen van, oké, alle maatregelen die we nu gaan nemen, die moeten aan 3 criteria voldoen. 1. Helpt het CO2-uitstoot? Dus dat betekent verlaat die ideologische redenatie. Kijk gewoon of die CO2-uitstoot verlaat. Halen we de zevertjes. Precies. Ja. Het tweede is natuurlijk ook van, is het technisch mogelijk? Ja. Kunnen wij veilige kerncentrales bouwen? Daar zal naar gekeken moeten worden. En derde is natuurlijk de kosten. Ja. Nou hoor ik altijd kerncentrale bouwen. Het kost ontzettend veel geld. Ze kunnen er niet eens in de particuliere markt geld ophalen. En het kost wel 10 jaar voordat zo'n ding er staat. Dus dat duurt te lang. Of kan het sneller? Het is natuurlijk zo. Ik zag dat interview met Timmermans in de NRC. En dat vond ik eigenlijk een beetje ontluisterend. Want hij zei, er is geen business case voor. De klimaatpaus te Brussel. Precies. Ja. Hij zei, er is geen business case voor. Ja. En dan zei ik, hij is toch geen directeur van een bedrijf. Een directeur van een bedrijf zegt, er is geen business case voor een politicus. Is het bij Timmermans puur ideologie dat hij het niet wil? Omdat het oude sentiment in de Partij van de Arbeid, we zijn tegen dat kan ik ervan. Kernenergie is eng. Ik kan dat natuurlijk niet voor hem gaan invullen. Nee. Maar als je dus zegt van, er is geen business case voor, hij is een politicus. Vind je dus ook dat zijn hele groene plan voor Europa rammelt? Wat samen dat denk ik wel. Want ik zou dus eerst de plannen willen zien, dan het geld. Ja. En het is niet omgekeerd van, gooi je maar een schep geld op en dan gaan we dat wel voor elkaar krijgen. Maak nou eens eerst een samenhangend plan. Laten we eerlijk zijn, David, het is toch gewoon een ego-project van Timmermans? Hij wil toch als grote klimaatpaus hier scoren? En dan zien we later wel of het werkte. Ja, dat zijn jouw woorden. Maar ik heb toch wel vertrouwen in politici ook. Ik denk dat ze echt onder druk staan, dat ze echt van plan zijn om het goede te doen. Ja. Maar dat zij ook echt moeten luisteren naar wat er op het moment speelt. Wat is de grootste fout die hij maakt dan nu? Wat niet in dat plan zit, de Green Deal voor Europa? Nou ja, de Green Deal is nog niet alomvattend genoeg. Er wordt gewoon gekeken naar allereerst het geld. En dan komen de plannen daar zo meteen wel. Ja. Dus, maar begin met die simpele plannen met het geld overmaken om die kolencentrales in vervuilende landen te sluiten. Ja. En niet zeggen van we gaan bepaalde
zeg maar, opties uitsluiten, zoals kernenergie. Ik denk dat dat voor... Kijk naar de stroomprijzen. De stroomprijzen in de landen zoals Frankrijk en Nederland, waar we dus aardgas hebben, fossiele brandstoffen plus kernenergie in Frankrijk, zijn de laagste van Europa. Zoals Duitsland bijvoorbeeld, die volop ingezet hebben op sluiten van de kerncentrales en volop maar Duitsland natuurlijk... heeft wel de grootste stommiteit uit de wereldgeschiedenis uitgehaald, toch? Ik heb het niet eens over de oorlog, maar ik heb het over het sluiten van de kerncentrales. Ja, het sluiten van de kerncentrales dan gecombineerd op de... met het sluiten van de kolencentrales. Ja. En dat was natuurlijk een beetje te veel gevraagd. Kijk, zij zijn natuurlijk heel ambitieus geweest. Ze hebben denk ik ook een revolutionaire weg gekozen. Daar moeten ze nu de prijs voor betalen. Ja, en ik begrijp nu dat de hele windmolenindustrie daar op zijn gat ligt. Want het werkt ook al niet meer in Duitsland. En je kan daar nu met subsidie aan het gas. Ja, dus dat als klopt. Je tegenover Groningen woont, ga je aan het gas in Duitsland. Ja, als je bij Nijmegen over de grond gaat, daar staan gemeentes die zeggen, echt gas komt. Ja. Dus en wij, wat dat betreft, hebben wij in Europa nu een alleingang. Professor Dr. David Smulders, ik hoop dat het weer een keer een technocratie wordt, dit land, waarin mensen zoals jij het voor het zeggen krijgen, in plaats van de hysterie van de media en de politiek. Mag ik nou, dat zou ook wel gevaarlijk worden, denk ik. Oké. Dank, David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU te Eindhoven.